Je kunt dus vanaf nu, net, Koos heeft hem net online gezet, kun je het shirt aanschaffen. Het is gelimiteerd. Dus op is op. Ja. We hebben er een stuk of 180, 200 ongeveer. Dan is het op. Dan krijg je dat shirt. Dat zal dik een week duren. Dat moeten we allemaal inpakken en dan gaan we het sturen. Je weet hoe wij zijn, maar het komt naar je toe. Wat gebeurt er jij? Er zijn nu inmiddels al bijna 40 shirts verkocht. Nee, joh. What? Ja. Dus okay. dat gaat heel erg goed. Ja, ik probeer een beetje bij te houden wie allemaal shirts koopt, maar ja. Het gaat echt knijterhard. Op dit moment is nu, ik denk, ruim een derde van alle shirts is weg. Nu valt mijn mic weg. Nee, de kwaliteit is echt heel erg lekker. Ja. De shirts gaan op dit moment echt per minuut gaan er wel 2 of 3 uit. Dus dat loopt hartstikke lekker. Nee. Ja, over een half jaar gaan we weer een nieuwe collab. We gaan een nieuwe shirt maken. €8. Dankjewel. Goed. En ondertussen blijven ze gewoon lekker binnenstromen. Iemand vraagt of we donation goals hebben. Ja, jeetje Mina. We hebben ook nog eens een keer tiers. Daar ben ik helemaal vergeten. Tires, tiers. We zijn er al over een paar heen. Kan ik het plaatje met... hier. €500 aan shirts verkocht. Nou, daar zijn we al dik overheen. Dan gaan we een stream maken vanaf de Gamescom. Nou, bij deze. Dan €1000, daar zijn we helaas ook overheen. Want ik had gehoopt, ik had hem heel hoog gezet bij 5000, maar dat mocht niet van Koos. Nee, ja, hallo. Jij gaat gewoon aan de Elden Ring. Ik ga aan de Elden Ring, een let's play. €2000, behind the scenes opname bij Game Kings. Gewoon eventjes van opnamedag op maandag. Kijk, deze, dit is mijn ding. €3000. Als we alle shirts verkopen, dus die 180, dan zitten we dus over die 5000 heen. En dan, dan hebben we dat gewoon gehaald. Oh my god, het gaat zo ontzettend hard. Bij €6000 nieuwe mics. Ja. En bij €10000 nieuwe camera's. Bij €20000 nieuwe studio. 25.000 gaan we weer verhuizen, toch? Bij 25.000 word ik vast in dienst genomen om externe klanten te behandelen. Te bevredigen. Ik meld nu even dat inmiddels meer dan de helft van de shirts, ik denk dat we nu richting 3/4 gaan, is... Kijk, het liefst heb ik namelijk dat mensen het shirt kopen. Het gaat echt pleurs hard. Credit card. PayPal of credit card. Hey, is we hebben nou binnenkort, hopelijk, hebben we nieuwe mics. Zeg, jongens. Misschien is het letterlijk zijn allerlaatste centen. Ja. Dat kan. Dan heeft hij nog €12,89 op zijn rekening staan. En dan denkt hij, nou, die zijn voor mijn grabbers bij GameKings. Dat bedoel ik. En waarom ook niet? Was er met daar? Maar je kan ook een shirt kopen. Dan krijg je er nog iets voor terug. Haha. Precies. We hebben dus een speciaal shirt laten maken. Die je via de shop van GameKings kan kopen. Je mag natuurlijk ook doneren, maar... Voor 4 tientjes heb je dus dit shirt. Krijg je ook nog een vakantiekaart van ons erbij straks, die we gaan maken. En je maakt kans op een grote goodiebag na de Gamescom. Inmiddels zitten er al Starfield spullen in. En we houden van je. En we houden van je. Dus dan kunnen we namelijk ook wat teruggeven voor jou.